oudere mensen zijn ja. voor mij in universiteit. 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 Ja. Hij vraagt mij waarom. Oké. Als je dokter was, je wordt oud. Je moet gaan naar dagvoorziening ja. voor ouder. En als je professor, ook naar dagvoorziening. Ja. Ook assistent, ook naar... Ja. Ik heb met die mensen gesprek. Dus, als je dokter meegeeft een goed advies voor... Ja, als je professor meegeeft, ja. goede advies. Daarom, dit is een goede universiteit voor mij. Het is een goede universiteit. In de 20 jaar dat ik als geestelijk verzorger werk in de ouderenzorg, ben ik heel wat bijzondere mensen tegengekomen. Zo hoorde ik laatst over Kibrom en Matiwas, twee statushouders uit Eritrea, die stage hebben gelopen bij de dagbesteding van Karijn. Maar wat is eigenlijk de reden dat zij hiervoor hadden gekozen? En hoe waren ze bij Karijn terechtgekomen? Dat gaan we samen onderzoeken in dit verhaal. Het verhaal van Kibron en Matiwas. Toen jullie waren jullie even met elkaar aan het praten, wat voor taal spraken jullie toen? Tigrinya. Dat is de taal van Eritrea. Onze land, ja. Ja. Jullie zijn statushouders en je hebt al het inburgeringsexamen of zo gedaan. Hè? Ja. En je volgt hier bij Fernwerk ook taallessen. En waarom doen jullie dat? Dat is voor die taalontwikkeling of taalverbetering voor die opleiding of BBL-opleiding. Voor die verpleegkundigen. Voor verpleegkundigen. Toen ik was in Eritrea ook, ik wil voor die verpleegkundige of nurse studeren. Maar toen ik was in Eritrea, dat is niet mogelijk te kiezen of andere studeren. Of, nee. Eritrea is een land waar een gesloten militaire dictatuur heerst. Waarbij de regering voor jou bepaalt wat voor werk je moet doen. Uit rapporten blijkt dat mensenrechten op grote schaal worden geschonden en daardoor veel inwoners het land willen verlaten. Er zijn veel Eritrese asielzoekers in Europa. Kibrom en Matiwas zijn een aantal jaren geleden ook naar Europa gevlucht, omdat er voor hen geen toekomst was in Eritrea. Ik heb vanaf 7 jaar naar school. Sommige plekken, of die towns, die hebben die school is ver weg. Die kinderen blijven school vanaf 4 jaar. Ja, dan blijven ze daar ook slapen, eten, alles. Ja, dan blijven ze daar. En Eritrea heeft geen goed materiaal voor leren. Daarom hebben we geen probleem gekregen. Alleen een boek met docenten. Ja. Andere met een boek. Nee, dat is daar niet. Nee. Ja. Het is echt moeilijk om hier te zijn. En de culture ook anders van Nederland. Dus het is een beetje moeilijk voor ons oud-Eritreaanse mensen, stadhouders, nieuwe stadhouders. Ja. Het is een beetje moeilijk. Ja. In Eritrea was ik verpleegkundig, maar ik heb niet gekregen van die regering die mijn diploma. Je hebt niet je diploma gekregen, maar heb je wel een opleiding gekregen in de zorg? In de zorg. Ja. Ja. Dat is echt raar. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb gestudeerd maar in biologie. Ja. En dan die overheid stuurt mij naar onderwijs, leraar. Ja, ja, om leren. Maar niet in dat vak wat jij... Nee, je kan er niet zelf voor kiezen. Na 12 jaar moeten we naar verplicht dienst gaan. 18 maanden. Bijna alle die studenten krijgen die military training. Ja. En die hebben jullie dus ook alle twee gehad? Bijna 20.000 of 25.000 studenten daar wonen. Die regering geeft alleen voor 2.000 mensen diploma of certificaat. Ja. Dat is raar,
Ja. Hij wil niet alle mensen doorleren. Als nee. Degree, bij de, als ik degree krijg, en bijvoorbeeld in voor de dokter willen, ja. Ook voor dokter leren, ja. Als hij wil niet, nee, dan gebeurt er niks. Terug naar leraar ja. Of naar verpleegkundige. Ja. Ik kan niet bij zelf. Je kan zelf een droom hebben. Nee. Ja, ja, ik wil dit ik of niet. Dat, maar als de overheid zegt nee, het nee. Gebeurt niet, dan gebeurt het ook niet. Ja. Kibron en Mattiwas zijn via Ferm Werk bij Karijn gekomen. Maar wat is de rol van Ferm Werk hierin? Ik praat met Thea Hoekstra. Zij had contact opgenomen met Karijn. Ferm Werk is de uitvoeringsinstantie voor de gemeente van het Groene Hart. En waar Ferm Werk zich mee bezighoudt is mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen in de maatschappij op allerlei vlak. Een heel groot deel van de mensen die nu op zoek is naar werk nog en die bij ons een bijstandsuitkering hebben, zijn statushouders. In de tijd dat ze bij ons in het leren- en opleidingscentrum leren werken, zeg maar, of leren arbeidsvaardigheden en werknemersvaardigheden bijgebracht worden. Hè, van hoe werkt het in Nederland? Krijgen ze ook 2 keer per week Nederlandse les. Ja, Mattiwas en Kibron hebben hun inburgering al afgerond. Zouden eigenlijk een BBL-opleiding gaan doen bij Karijn. Ik ben met ze op gesprek gegaan en toen bleek eigenlijk naderhand dat ze de test om die BBL niveau 3... voor de zorg te gaan doen, niet haalde. Die hebben het gewoon niet gehaald. Ja, dat was een enorme tegenvaller, want ze waren al begonnen met stage lopen. En dat zouden ze doen tot augustus en dan zouden ze met de opleiding beginnen. Ja, ik zat met Wilma en van ja, wat gaan we nu doen? Want deze mannen weer op de bank terug, ja, dat helpt niemand. Helpt Karijn niet, want dan hebben ze medewerkers niet. Het helpt die mannen zeker niet, want thuis leer je geen Nederlands. Ik ben benaderd door Thea Hoekstra van Ferm Werk. Met de vraag of 2 mannen bij ons mogelijk zouden kunnen komen werken. 1 van de 2 had al een zorgopleiding in zijn thuisland gedaan. Nou, ik dacht, ik vind het leuk om het gesprek aan te gaan. Wij willen heel graag nieuwe leerlingen hebben, maar ik vind ook dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben stage gelopen, alle 2, op 1 van onze dagactiviteitencentra. Vooral met oudere mensen de hele dag praten, zodat je Nederlands beter wordt. Dus daar waren we eigenlijk vrij snel uit. Dat ze dan bij Karijn stage zouden blijven lopen. En bij ons zouden ze bijgespijkerd worden voor Nederlandse les en rekenen. Om dan in een later stadium die toetsen wel te halen. Zodat ze in februari met die BBL-opleiding kunnen beginnen. Wat wordt en wordt het piek donker? Ja, het dat was helemaal donker. Ja. Daarna wordt de zon leeg. Nu moet je, zit je op de taalles en dan moet je een toets doen. Hè? Toetsen doen is voldoende resultaat. Ja, dan begin met die opleiding. Ja. Ja. Wij zijn bij de Karijnwoorden geweest. Dat is praktijk, die taal met die mensen. Ja. Of met de mensen gewoon praten. Of want leer je dat dan beter? Ja, 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 sneller. Voor contact voor met ja. Mensen is beter voor sneller te taal te weten of te praten en te snappen. Die mensen praten aan mij of alles echt die spreekt of vertellen over die journal. Journal, ik hoor dat die woord wat betekent of wat bedoel je die woord. Die nieuwe meneer vraagt is dat juist heel leuk. Ja, heel leuk. Jij zit in Kamerik en is dat ongeveer gelijk? Doe je hetzelfde op de dagbesteding? Of? Wij geven eerst 10 uur thee en koffie met krant lezen. Dan ook soms om 11 tot 11 uur of 12 uur. En sommige mensen, als je wil zijn, wandelen. Ja, gaan we meteen wandelen. En 12 uur maaltijd eten, dat is warm eten. En 1 uur, sommige mensen willen wandelen en sommige mensen willen rust.
Ja. En vanaf 2 uur wij beginnen die activiteit. Spelen en woorden schrijven en ook gezellig koffie drinken. Ja. En 4:15 mensen willen moeten zijn naar huis. Meestal Nederlanders is heel snel praten. Ja. Maar ja, die oudere mensen zijn rustiger. Ja. Ik en weet dat als ik met oudere mensen nog ga, alle weten, kan ik beter praten. Ja. Binnen 6 maanden of zo kan ik heel goed Nederlands praten. Als sommige mensen duidelijk praten en sommige mensen niet meer, is belangrijk voor ons. Is ook belangrijk, ja, want dat verandert niet. Wij moeten die oplossing kijken. Ja. Ja. Wie is goed, wat vertelt die man of de manier, de vrouw? Ik moet begrijpen wat hij wil of wat zij wil. En heb je nou in de laatste maanden ook gemerkt dat je ze beter begrijpt, omdat je de taal beter wil? Dus dat je ook de cliënten beter bent gaan begrijpen. Ja, ik begrijp alles, ze zijn ook mee begrijpen. Ja, ja. En praten over situatie. Ja, over hun situatie. Over hun situatie. Over mijn situatie. Altijd zijn ze mee vragen. Kieron, wat heb je gedaan gisteren? Wat heb je gedaan dit weekend? Dan moet je vertellen. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, wat heb je gedaan? In het weekend of zoiets. Of wat heb je gedaan? Ja, en dat heeft jullie echt geholpen om de taal nu veel beter te beheersen. Hebben ze na een paar maanden opnieuw laten testen. En gelukkig was in ieder geval van één van de twee het Nederlands niveau zodanig dat hij zou kunnen beginnen aan de opleiding. En hij is afgelopen eind januari begonnen aan de opleiding. Ik ben heel erg blij met het resultaat en dat we toen het gesprek aangegaan zijn. Ik denk dat we daarmee ook hebben laten zien dat Karijn ook maatschappelijk iets kan betekenen voor deze doelgroep. Het zijn ook nog een keer mannen en dat is ook bijzonder in de zorg. Dat geeft ook weer een andere reuring op een afdeling. Dus, ik denk dat dat een rol is ook voor Karijn om daar een rol in te hebben in de maatschappij. Ja, dat is heel goed. Een heel verhaal voor je, hè? Ja, heb je gelezen? Ja, ik heb met de journalist gepraat dat ik ouderen in het verzorgenhuis zijn voor mij in diverse. Ja, kan luisteren niet met? Ik ga naar thuis morgen. Stap voor stap. Stap voor stap, ja. Met vallen en opstaan. En opstaan.